Ja, jij was ook in de media afgelopen week. Want volgens Brands ben jij intern de enige kandidaat om Faber op te volgen, zeg maar. Nou, dan zeggen de supporters, die staan ook nog eens achter je. De media, die noemen jou als kandidaat. Zeg het maar, ga je het doen? Word jij de opvolger van Faber? Ja, dat in ieder geval wat ik daarover kan zeggen is dat mij hartstikke goed doet. Dat het iedereen positief is en dat iedereen waardeert mijn werkzaamheden gezamenlijk met mijn staf, moet ik eerlijk zeggen, bij Jong PSV, sinds ik trainercoach ben van Jong PSV. Ja. Daar gaat het mij over en ik voel het ook waardering binnen de club vanuit alle niveaus en alle richtingen. En dat doet mij als coach en als persoon gewoon goed. En ja, ik persoonlijk ben gewoon heel blij en tevreden bij PSV. Ik voel me gewoon heel erg goed. En ik heb klik met iedereen binnen de club en ook met staf, wat het allerbelangrijkste is, ook van eerste elftal. Dus daar sta ik wel positief tegenover. Ja, de bal ligt dus bij jou, dus je hoeft eigenlijk alleen maar te zeggen, ja, is goed, dat wil ik. Ja, dat weet ik niet of het nog zo ver is in ieder geval. Maar ik heb gewoon een goed gevoel over in ieder geval bij PSV en dat is het allerbelangrijkste. Ik heb een aantal wedstrijden met Filip en met staf mogen gaan naar de Europese wedstrijden. En ik ben, zoals je net zei, bijna elke wedstrijd die PSV uitspeelt of thuis. En ja, dan merk je gewoon ook dat je gewoon ook veel waardering hebt van de staf van de eerste. Onze samenwerking verloopt goed. En ook dat het in ieder geval van mijn kant gewoon een goede klik is tussen hun hoofdcoach en mijzelf. Dan zou je wel een hoofdtrainerschap uit handen geven in die rol van assistent. Daar heb je vrede mee. Ja, ik heb gewoon voor mijzelf ook geen ambities uitgestippeld dat ik volgende jaar per se hoofdcoach ergens wil zijn. Dus dat, ik kijk ook, misschien heeft dat met leeftijd te maken, weet ik niet. Ik kijk ook natuurlijk naar huissituatie en je ziet gewoon ook dat familie hartstikke blij is in de omgeving waar we wonen, dus in Waalwijk. Gaat goed met kinderen, met vrouw. Ik ben tevreden bij PSV als coach. Dus ik ben rustiger geworden ook in de zin dat ik niet per se binnen een jaar of twee hoofdcoach weer wil gaan worden. Het gaat ook om gevoel en gevoel bij PSV is hartstikke goed. Kortom, we kunnen zeggen, Kalisic blijft gewoon. En dan naast Cocu volgend seizoen. Nogmaals, dat is niet nogmaals aan mij om te zeggen. Maar in ieder geval, als ik mijn gevoel kan spreken, mijn gevoel is gewoon hartstikke goed.